deze is ook wel. Bij die is dat heel duidelijk, als jij dat doet, dat die. Deel 3. Nog steeds een beetje aan de klussen. Volgens mij krijgt Lisa die auto niet meer klaar, of wel? Ik denk dat het niet gaat worden. Zonde, man. Ja, zonde. Zonde. Heel zonde, Richard. Ja, jij zit met een motor die vooralsnog niet stuurt. Dus voor mij hebben we allebei pech. De score is nog 0-0. Moet ik hem overeind houden? Nee, laat het maar. Niet, dan gaat hij achteruit. Je moet naar voren douwen, hè, die trekker. De trekker moet je naar voren douwen. Naar voren douwen! De trekker moet je naar voren douwen! Wat dat doet? Hij rijdt nu achteruit. Ik zei naar voren, niet indrukken. Voren, naar voren! Dat pistool dingetje naar voren. Zo. Ja. Alleen, Hij stuurt niet, dat is wat vreemd. Er waarschijnlijk wat mis in het stuursysteem. Kan je wel even rechtop zetten? Waar hij nou is? Rijn. Niet achteruit, maar vooruit. Stuur eens. Dat moet al wat in die tafel zijn. Dat dit niet goed staat, maar... Waar komen we dan liggen dan? Zonde. Risa heeft dikke pech met de auto. Er zitten allemaal kiezelsteentjes tussen. Waar zitten dan steentjes tussen dan? Ja, het zijn er al uit, maar er staan die op de baan hier. Kleine steentjes. En nou krijg je hem weer in elkaar of zo? Jawel, maar het tandwiel is eigenlijk. En dan kun je er niet meer mee rijden. Nee, dan wordt het. Dat wordt moeilijk. Zonde, ja. Zonde. Een heel klein beetje. Oh, ja, mooi is dat. Ja, laten we testen. En doet hij het niet. Een versleten tandwielstandsteen, wou ik zeggen. Tandwiel. Nee, dan doet hij niks. En dan heeft hij een wieltje draait. En de motor die niet stuurt. Zonde dus. Zonde. Met jou zouden we nog even het kunnen toeren in deel 1. Die heeft nog eventjes kunnen zien, ja, en bij die motor zie je hoe die beter gestunteld wordt. Maar hij ziet er wel grappig uit. Vloog dat nou net zo'n onderdeel vanaf? Ja. Dood op wielen. Mag ik eens proberen? Ik denk gewoon dat hij hier niet goed afgesteld is. Wat is dit voor ding nou? Als je die van Richard in de lucht, die bandjes in de lucht houdt en je stuurt, dan gaat hij gewoon heel duidelijk zo of zo. Dat zou hier dan ook moeten zijn. Goed aangevallen, toch een beetje. Het zit allemaal wel goed aangevallen. Dan zou je hier ook heel duidelijk moeten hebben dat hij zo of zo gaat staan. Dat doet hij niet. Hij gaat heel rustig uit, hè? Heel langzaam. En helemaal niet die kant op, alleen hij hangt een beetje die kant op. Misschien moet hij vaster gedraaid worden. Zou dat kunnen? Dat hij de voorkant van de voorwiel, dit bedoel ik, dat vaster gedraaid moet worden. Vaster gedraaid aan de onderkant. Beter vastgemaakt worden. Zou dat misschien kunnen zijn? Ik denk het niet. Nee, maar ik bedoel gewoon dat je deze beter vast moet schroeven. Je bedoelt dit stuk? Ja, aan de onderkant. Gewoon dit hele stuk. Dat het misschien beter vastgeschroefd moet worden. Nee, want hij moet wel. Hij moet heel ja, goed, maar ik bedoel gewoon aan de onderkant van een platformpje wat de stuur regelt, bedoel ik. Dat het misschien net te los onder is geschroefd. Dat wil niet. Dat wil niet. Wat een patje, ja. Nou, hij stuurt wel beter, maar het is net alsof hij niet goed... Hij stuurt wel, maar... Wat is de knop? Als de knop bij ingedrukt houdt. Nee, dat doet hij helemaal niet. Nee, dat doet hij helemaal niet, hè. Patje. Zet het maar eens weer neer, Otto. Dit is bind. Die komt toch... binding.
Hij gaat ook alleen, de wiel staat echt alleen maar zo ook, hè? Ja, ja, daar zijn we. Misschien moet de wiel op een of andere manier beter. Oh. Ja! Hij stuurde wel! Hij stuurde wel! Is dat normaal die muis? Is dat nu automatisch? Hij stuurde wel! Hij stuurde wel, hè? Misschien moet je op automaat laten. Hij deed het gewoon weg. Ja. Hey, misschien moet je hem op automaat dat hij beter stuurt. Maar hij stuurde wel. Hij stuurde toch wel in één keer. Oh, mooie lampen. Ik nog eens. Dan druk je maar in dicht. Want dan is echt zo'n ja. Pam, 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 pam. In de ploppen. Ja, dat zou zonde zijn. Heel zonde. Echt wel. Hij stond op bind. Dat is zo'n perscamera, hè? Ik ben een perskop, weet ik. Een klier. Wat mooi duister hier. Maar de horizon ziet er wel vet uit. Dat ziet er zeker mooi uit, ja. Doe je nog eens op, hoor, toch? Hij staat niet uit, hè? Hij staat niet uit, nee, staat niet uit. Doe hem nu maar eens gewoon op. Ja? Ik heb flash! Ik hoop niet dat hij jou niet een keer wegschiet. Ah nee, man, dan moet je eerst de straat raken voordat hij dat doet. Oké. Oh, de accu. Even kijken wat die. Ja, moet hem neerzetten? Oh, nee, dat is niet automatisch. Verder maar. Ik weet. Hey, ho, ho, ho! Ik weet hoe muis. Ja, ik zet hem nu op het asfalt. Ja. Oké. Oh. Hé, hey, hij is nu ook veel stiller. Ja, super stil. Ah, ik heb hem gewoon weggeduwd, hè. Oh. Dit is wow. Wel toevallig. Ik drukte deze knop in en die van Johnny rijdt. Oh, je moet zeker eens Ja, ah, er zit nu geen motor in. Oh, dat verklaart het dus. Wil ik ze lekker... nu voor de special effects. Wil ik sturen? Zit er geen motor in? Moet niet even zeggen of zo. Ja, te laat. Maar op een of andere manier moet hij toch... Dat werkt op een of andere manier. Ja, dan gaan we gras en doe Johnny maar naar. Oh, het is hoe Johnny die rijdt. Ik wil degene die rijdt, hè? Shhh. Ja. Ja, mooie verder verlichting, hè? Zit er. Dat zeker. Ja, ik denk dat het daar niet wil. Nee. Ik heb het gevoel dat als hij wel zou moeten sturen, dat je dat beter zou moeten doen. Dat denk ik wel, ja. Dat het echt dat ding ja. Meer zo... zo ja, zeker. Het moet wel echt duidelijk heen en weer gaan. Ja. Ja, jammer. Ja, daarom denk ik ook... Het is dat ook niet aan dat hij op bind staat. Daarom denk ik ook dat die stuur op een of andere manier niet goed aangemonteerd is. Ja, hij is hem heel zachtjes wel. Ken ik wel zachtjes ook, hè. Vooruit was... Vooruit was... Vooruit duwen. Vooruit duwen. Ik denk dat die stuur niet goed aangemonteerd is op een of andere. Of de bedrading ervan. Dat hij niet goed gemonteerd is. Zou dat kunnen? Ja, dat is de bedrading. Dat hij er niet goed in zit. Dat zou best kunnen, hè? Ja. Ja, dan moet hij ook weer los, of niet? Ja. Ja, dan moet hij los, hè. Ik ga nog even koffie drinken met Fama. Steek er nog een, jongens. Ja. Dat is, we zullen het nodig hebben. Ik heb niet te veel gehad. Ik heb niet zo over die ketting. Ja. Hoi.